Oké, nou welkom. Kas, hoi. Hoi, goeiedag. Goeiedag. Welkom bij Zeeuwse Streken. Onze naam is officieel de eter ingegaan vandaag. En hier starten we over een goede maand ja, fantastisch nieuw Zeeuws restaurant. Dat is een goede naam, Zeeuwse Streken. Want, ja. gaat het over streekproducten of gaat het over jouw streken? Ik denk een beetje voor allebei. Ja? Streken van de Vos. En ja, we werken ook met veel mooie streekproducten. Dus dat hoort er allemaal bij. Ja. Maar laat even zien hoe ver jullie zijn. Ja, kom even binnen. Ik ga het even visueel uitleggen. Gewoon even zo kort op de bocht. Als we dus binnenkomen straks in een nieuwe zaak, lopen we hier recht tegen de bar. Dus dit wordt een bar in een hoek. Er zit allemaal rommel op je rubber, dat vind je erg. Oh nee, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. En nou ja, verder. Je hebt heel veel eruit. Ja, eigenlijk is bijna alles eruit gesloopt. Er zijn in totaal 5 zeecontainers vol met afval weg uit het pand gegaan. Dus dat er überhaupt nog een pand staat is al bijna knap, denk ik. Ja, want waar we nu ongeveer staan is dat een heel groot binnengedeelte, toch? Ja, hier gaat naar boven. Ja. En we hebben nu daar een trapgat gemaakt. Oké. Okay. Een aparte opgang. Ja. Dus er komen eigenlijk 2 voordeuren ook? Ja, klopt. Ja. En hoe doe je dat dan met de huisnummer? Dat wordt dan nummer B? Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Ik moet het even uitvinden. Zal ik het vertellen? Ja, ik denk dat hij dat beter kan vertellen. Vertel het eens. We hebben vandaag de huisnummers gegeven aan de gemeente. De zaak is nummer 6. Het eerste appartement is 6A en het tweede appartement is 6B. Maar er komen 2 appartementen boven? 2 appartementen boven. Ja. Oké, dus ze doen er gewoon cijfertjes ik bij. Ik schenk ondertussen een shop. Ja, maar officiële huisnummers zijn het dus. Oké, super. Dus ook voor de post wel makkelijk. Ja, want anders wordt rommelig, hè? Voor dat rommelig. Ja. En is het pand al een beetje naar je zin zo? Je hebt natuurlijk ook wel een bemoeienis ermee? Of... Ja, een beetje de bouwer begeleiden. Ja, het begint de goede kant op te gaan. Ja, daar is echt wel veel gebeurd. Daar hebben we de hele familie. Ja. Ik kom alleen maar voor de drank. Ja, dus is het goed, hè? Voor je champagne? Ja, dat is een mooie broek. Dus jij nog iets anders te doen, hè? Hij stopt gewoon midden in zijn rondleiding. Daar. Dankjewel. Hallo. Kijk eens even. We gaan nog even met de rondleiding. Even een klein ogenblik. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Samen. Ja, ik ben hier leeg. Bijna leeg. Tot even. Ik ga even verder met de rondleiding. Yes. Alsjeblieft. Nee, dat is allemaal een klein stukje. Oh, klein even. Stukje, ja. Nou, dit is dus bargedeelte to be. Nou, daar zijn we die hoek. Daar is net gestort, dus we kunnen nog niet verder lopen. Die vloer moet uitharden. Hier komen we de keuken. Dat was ook de keuken in het verleden. Dat was ook de keuken en hun kookt daar in de hoek. Maar ik ga hier precies voor de raam komen. Eigenlijk waar nu al die isolatiemateriaal spullen liggen. Maar die ramen, zijn die nieuw? Nee, tevoorschijn. Die ramen kwamen tevoorschijn bij het slopen. En die zijn we nu eerder aan het herstellen, dus die waren helemaal dicht geverfd en er zat 30 centimeter muur voor. Oké. Okay. Dus die zijn we nu gewoon eerder aan het herstellen en daar gaan we gewoon een open keuken van maken op die manier. En vervolgens staan we dus voor die raam te koken en kunnen jullie hier lekker eten in de baas. Kijk, hier hebben we weer licht. Het is natuurlijk geweldig. Hier zit een koepel in. Die koepel zat er gewoon al, hè? Ja, die koepel zat er al. Die wordt wel vernieuwd straks. Maar dit wordt echt een beetje de binnen open ruimte, zeg maar. Dus dit is wel heel gaaf. En je kijkt zo de keuken in. Dus ja, het wordt echt. Hier gaat het allemaal gebeuren. Ja. Maar nog wat. Zijn dat ook gewoon ramen naar buiten? Wat zijn dat nou? Ja, dat waren ramen van vroeger naar buiten inderdaad. En hier had je vroeger de nooduitgang, maar met de bouw van de Sting is daar. Is dat allemaal weggekocht en dicht. Dat is heel dus daar zit geen steeg. Ja, er zit wel een steeg, maar die is niet functioneel. Nee. Ja, dus dat is alleen voor de gasten. En daar zie ik wel tekeningen. Of zijn die, mag ik dat filmen? Of heel stiekem. Heel stiekem, een klein stukje. Ja, een kleine sneak peek, maar daar wil ik graag mee houden. Ja, dat is heel goed. Ja. Maar je kan misschien nog wel even vertellen. Want sinds de spreken, wanneer gaan jullie open? Wat is jullie... We proberen begin juni te gaan draaien. Dat is nog wel even spannend met levertijden, et cetera. Het wordt echt een heel toegankelijk concept. Dus het is belangrijk dat mensen gewoon lekker binnen een simpel hapje kunnen eten tot een filimaire met een hele tafel kunnen eten. Maar moeten we dan ook echt denken aan zeeuws en vis? Want jij bent natuurlijk gespecialiseerd geraakt in vis. Seafood is wel mijn sterke punt, maar daarnaast heb ik ook veel vegan, veel vega. Ook veel met lokale groenten, maar ook een lamsvlees van Mariekerken. Dus er zit ook genoeg vlees en vegetarisch komt er ook heel veel bij. En aan wat voor soort prijs moeten we ongeveer denken? Echt heel toegankelijk. Dus hoofdgerecht voor rond de 20 euro. Middensegment. Oh, ja, we gaan geen gekke dingen. Ik vind het belangrijk dat mensen gewoon gezellig een hapje kunnen komen eten en drinken bij mij. In plaats van één keer in het half jaar heel luxe uit eten.
Dat is helder. Dat, ja, ja. En het is heel simpel, maar heel goed. Dus mooie producten, verse producten, gewoon alles top. Maar geen poespas, dus verwacht geen tierenlantijntjes, maar gewoon mooie goede poespas. Lekker eten. Gewoon lekker eten tegen een goede prijs. Ja, biertje, nou, wijntje. Gefeliciteerd met deze stap en we komen uiteraard terug dat het alles zover is. Ja, top, dankjewel.